Nu riet er nog regelmatig een bus tussen huis te vinden, maar in Kwatten is dat net missa. Vervierder Arriva wil namelijk beskaten haltes of tjenestens krassen. Het CDA in Nachtkarsplen maakt hem de grote zwaar genoeg. De dwarpminnengemeente zoenen daarmee minder goed bereik bewudden. Het gaat om een lijn van Utsusterveen naar Ljouta en op een lijn van Oud-Drachten en Viersusterveen en het tussenliggende dwarpen, zoals Boelensleen, Harkema, maar ook Augustinus Geesterhuizen. Daar zal een kaalslag komen en die dwarpen zullen volle minder openbaar voer krijgen. Binnen er wat alternatieven voor die dwarpen? Er worden een soort opstappers, maar een opstapper is weer een belemmering, kost meer tijd. En dan kom je al snel een oerreis dit heen. Ja, dat is van heel prettig niet acceptabel. Benam, schoolbeheer en studenten maken ze gebruik van de verbindingen tussen Drachten en Ljouwert. Als zij in het dwarpen aast net meer opstappen kunnen, vertrekken zij mogelijk naar grotere plakken in Friesloon of zelfs naar Greensloon. En dat wil de gemeente de oude jaren juist inzetten op het tjengeen van krimp. Dat willen wij voorkomen. We willen de leefbaarheid houden. We willen net alleen oudere mensen gaan, maar een dwarp met leven, met zowel jeugd als oudere mensen. Maar ik mensen met een leeg inkomen als een mensen met een heeg inkomen. De ondernemers van Zuhuisterveen hebben intussen ook bij de gemeente aankloppen. Zij binnen benauwd dat minder goede bereikbaarheid van haar dwarp ervoor zorgen dat nieuw personeel voortbloeit. Daarmee is de toekomst van haar bedrijf vaai. Om het gebied qua kennis en niveau up te graden, heb je dat gewoon nodig. En dat merk je ook binnen bedrijven, dat ze gewoon een mix zoeken tussen mbo en hbo. En als dat lastiger wordt voor ons, is dat ook moeilijker te handhaven binnen de personeelsbezetting. De nieuwe changeregeling van Arriva gaat op 11 december van dit jaar in. In september wordt er een klapjoen op de plan. Het CDA en ook de ondernemers hoop je voor dit jaar met Arriva importeren te kunnen. Wat nevens haren maakt het ook eens kennen. Je zou heel goed een buslijn juist aan kunnen leggen tussen Buitenpost en Drachten via de scheiding. Daar heeft ook Pende wat aan, dat is gemeente Westkwartier. Zuisterveen, Surhuizen, Augustinusga, Harkema hebben daar allemaal wat aan. En de scholengemeenschap die aan die kant van Drachten zit, zou je heel goed een verbinding aan kunnen leggen. Dus in plaats van dat ze zomaar stekkers eruit trekken, heb ik veel liever dat Arriva eens een keer zegt van jongens, kunnen jullie eens meedenken, dit is ons probleem. Hoe kijken jullie ernaar?